Edelman, vluchteling en rebel, stadhouder en vader des vaderlands. De cv van Willem van Oranje is op zijn minst interessant te noemen. Welkom bij Digistudies Geschiedenis. Willem van Oranje werd geboren in het jaar 1533 in Duitsland. Zijn ouders, de graaf van Nassau en zijn vrouw, waren Lutherse protestanten en voedden de jonge Willem dus ook als een protestant op. Toen Willem 11 jaar oud was, kreeg hij uit een erfenis het Franse prinsdom Oranje in handen. Karel V, die op dat moment nog koning was, die was op de hoogte van de protestantse achtergrond van Willem van Oranje en die bedacht zich dat dat nog best wel eens een probleem zou kunnen gaan worden. Het protestantisme bestrijden in Duitsland was op zich al lastig genoeg en als dat dus via Willem van Oranje naar Frankrijk zou verspreiden, zou daarmee het probleem van Karel alleen maar groter worden. Nou, om dat tegen te gaan, liet Karel V de jonge Willem bij hem aan het keizerhof in Brussel komen. Aan het Hof van de Koning zou Willem een fatsoenlijke, katholieke en Franse opleiding krijgen, waar hij dan in Frankrijk meer naar zou hebben. Willem van Oranje zou in de jaren die volgden een van de trouwste dienaren van de koning worden. Toen Karel V afstand deed van de troon in 1555, deed hij dat zelfs leunend op de schouder van Willem van Oranje. Ja, een teken van heel groot vertrouwen. Nou, zoals jullie weten nam Philips II het rijk van zijn vader over. En toen hij dat deed, ging Willem van Oranje met hem mee. Van Oranje belooft ook aan Philips II zijn eeuwige trouw en als beloning hiervoor maakte Philips II van Oranje de stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Nou, Philips die vertrok in 1559 naar Spanje. Nou, zoals jullie weten kon hij het niet zo goed vinden met de Nederlandse adel. Hij had niks met Nederland, hij had er eigenlijk een beetje hekel aan zelfs. En hij bedacht zich dat ze het prima hadden in de handen van zijn halfzus Margarethe van Parma als landvoogdes. Samen met Willem van Oranje als stadhouder. Nou, dit was de laatste keer dat Willem van Oranje en Philips II elkaar ooit zouden zien. Nou, hoewel Willem van Oranje trouw was aan zijn koning en aan de katholieke kerk, vond hij het onterecht dat Philips II zo ontzettend streng optrad tegen de protestanten in de Nederlandse gewesten. Van Oranje die probeerde de koning er door middel van brieven ervan te overtuigen dat het beter was om de protestanten meer ruimte en vrijheid te geven, maar dat mocht niet baten. In de tijd die daarop volgde, verslechterde de relatie tussen Philips en Willem van Oranje heel erg snel. Van Oranje werd de belangrijkste woordvoerder van de opstandige adel in de gewesten, terwijl Philips alleen maar strenger werd in zijn beleid. De spanningen bereikten een hoogtepunt in 1566 toen de protestanten zo echt in opstand kwamen. De beeldenstorm, het officiële begin van de 80-jarige oorlog tussen Spanje en de Nederlandse gewesten, waren van Willem van Oranje de aanleiding om zelfs te vluchten. Terwijl Philips Alva naar Nederland stuurde, vluchtte Willem naar Duitsland, waar hij een verzetsleger vormde. Vanuit Duitsland viel Willem van Oranje in 1568 Nederland weer binnen. Maar Willem probeerde niet alleen via een leger zijn gelijk te halen, hij maakte ook gebruik van propaganda om zijn boodschap te verspreiden. Van Oranje liet verschillende prenten en pamfletten drukken. Maar het meest bekende stukje propaganda is toch echt wel het Wilhelmus. Een strijdlied dat Willem van Oranje zelf geschreven zou kunnen hebben. En wat sinds 1932 ook het officiële volkslied van Nederland is. En het is maar goed dat Willem van Oranje ook propaganda gebruikte. Want de strijd ging voor Willem van Oranje in eerste instantie erg moeizaam. Zijn leger bleek veel te klein. En de steun die hij kreeg van de gewesten, die was erg mager. Pas toen Willem van Oranje met hulp van de watergeuzen op 1 april 1572 per ongeluk Den Briel in handen kreeg, kreeg zijn opstand serieuze steun. In een paar maanden tijd voegden zich bijna alle steden in Holland en Zeeland zich bij het verzet. Eigenlijk alleen in Amsterdam, Middelburg en Goes bleven de Spanjaarden aan de macht. En dat kwam eigenlijk vooral dankzij de katholieke meerderheid in die steden. De opstandelingen die keerden zich al heel snel niet alleen meer tegen het Spaanse leger. Alle bestuurders die trouw waren aan de koning, alle katholieke geestelijken, alle katholieken in het algemeen, werden lastiggevallen door de geuzen. Nou, in sommige gevallen leidde dit zelfs tot hele nare, gruwelijke moordpartijen. Zoals die in Gorinchem, waar 19 katholieke geestelijken af werden geslacht. In 1573 gaf Willem van Oranje zijn katholieke geloof officieel op en voegde hij zich bij de protestanten. Vanaf dat moment was het katholieke geloof in alle Hollandse gewesten officieel verboden. Van Oranje die vond dat godsdienst niet de belangrijkste reden moest zijn voor zijn opstand.
Liever focuste hij zich meer op politieke redenen, zoals het verdrijven van de tirannie van Alva en het beschermen van het Nederlandse volk tegen de Spanjaarden. Ook voerde hij officieel geen oorlog tegen de koning, Philips II, maar alleen tegen zijn slechte adviseurs. Nou, op die manier kon hij zogenaamd trouw blijven aan Philips II, wat een hele slimme zet was. Veel mensen geloofden in die tijd namelijk dat een koning iemand is die door God aangesteld zou zijn. En je openlijk daartegen verzetten is eigenlijk een doodzonde. Nou, Alva die kon dit natuurlijk niet zomaar laten gebeuren. Met zijn leger omsingelde hij Haarlem. Nou, in eerste instantie bood de stad heel veel verzet. Maar na 9 maanden verzet was het eten op. En Haarlem moest zich noodgedwongen overgeven. De volgende stap voor Alva was het veroveren van Leiden. Alva wilde Leiden op dezelfde manier veroveren als Haarlem. Dus door de stad te omsingelen en uit te hongeren. Maar Leiden was voorbereid. Ze hadden grote voorraden voedsel ingeslagen. Met het idee dat ze dan de omsingeling konden weerstaan. Nou, in het voorjaar van 1974 was dan het geduld van Alva ook op. En hij vertrok met zijn leger om in het oosten te vechten tegen de broer van Willem van Oranje, Lodewijk. Nou, Lodewijk die werd verslagen en Alva richtte zijn pijlen opnieuw op Leiden. Maar dit keer was de voedselvoorraad van Leiden niet groot genoeg. Honger leidde tot duizenden doden, maar ondanks de situatie waarin ze zaten, weigerden de Leidenaren zich over te geven. Nou, de geuzen die besloten Leiden te helpen. Het plan was om de dijken bij Rotterdam en Capelle door te steken. Met een beetje geluk zou de wind dan de polder onder water zetten waar de Spanjaarden zaten. Het plan lukte toen op 2 oktober een zware storm het zeewater door de dijken heen duwde en het water dus op die manier het land opstroomde. De Spaanse troepen die vluchtten de dag erna. De geuzen die voeren daarna de stad binnen met witbrood en haring. En op die manier vierden zij de bevrijding van de stad, ook wel het Leidens ontzet genoemd. De Spanjaarden die kregen het na hun nederlaag bij Leiden steeds zwaarder. Philips II was naast de opstand van Willem van Oranje ook bezig met het voeren van een oorlog met het Ottomaanse Rijk. Dat betekende dat het geld hard opraakte en de Spaanse soldaten in de Nederlandse gewesten niet heel veel meer betaald kregen, als ze überhaupt al betaald kregen. Steeds meer van hen hadden daar genoeg van en ze verlieten het Spaanse leger. Om vervolgens zelf in kleine groepen de zuidelijke gewesten binnen te vallen om daar te roven en te plunderen. Nou, de zuidelijke gewesten die waren tot dat moment trouw gebleven aan de koning. En die vonden dit toch wel heel erg ver gaan. Bedachten zich dat het misschien verstandiger zou zijn om zich toch aan te sluiten bij de opstand van Willem van Oranje. In de stad Gent werd overlegd over de voorwaarden. De zuidelijke gewesten waren namelijk katholiek en wilden dat wel graag blijven. En in ruil voor de vrijheid om te kiezen voor je eigen geloof, zouden dan de zuidelijke staten zich bij het noorden voegen. Holland en Zeeland die gingen akkoord met die voorwaarden en in 1576 was dus de pacificatie van Gent een feit. Lang duurde die tolerantie voor het katholieke geloof in Gent niet. Heel snel namen radicale Calvinisten de stad over en werd het katholieke geloof ook daar gewoon afgeschaft. Via Gent werden ook andere steden veroverd en de belangrijkste daarvan waren Antwerpen en Brugge. Ondertussen waren vrijwel alle steden in Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen in handen van Oranje. Alleen Amsterdam bleef over. Pas in 1578 besloot ook het bestuur van Amsterdam zich over te geven nadat Willem van Oranje de handel met de stad had geblokkeerd. De Calvinisten vervingen in Amsterdam de katholieke regenten en namen op die manier ook hier de macht over. De oude katholieke bestuurders werden op een schip de stad uitgezet en daar vrijgelaten. Ook monniken en andere geestelijken werden weggestuurd. Deze gebeurtenis staat tegenwoordig bekend als de alteratie van Amsterdam. En alter is de Latijnse term voor anders. Eigenlijk is het dus de verandering van Amsterdam. Philips II stuurde nieuwe troepen in 1579. Ook sloot hij met een aantal zuidelijke gewesten een verbond. Deze gewesten waren bang voor Calvinistische overheersing. Dus waren ze bereid zich aan de koning over te geven. De noordelijke gewesten die sloten ook op hun beurt ook een verbond, maar dan niet met de koning, maar met elkaar. Een aantal zuidelijke steden voegden zich ook bij het verbond, wat de Unie van Utrecht zou gaan heten. De leden van de Unie zouden officieel onafhankelijk van elkaar zijn, maar op militair gebied met elkaar samenwerken. In eerste instantie
gold ook hier de vrijheid van geloof. Maar al snel namen de Calvinisten de kerk over en werd het katholicisme opnieuw verboden. Willem van Oranje werd in het jaar daarop, in 1980, vogelvrij verklaard door koning Philips. Vanaf nu was Willem van Oranje dus voor de wet eigenlijk dood. Degene die hem daadwerkelijk dood zou maken, zou daarvoor een beloning krijgen. Als reactie op die vogelvrijverklaring keerde de Unie van Utrecht zich in 1981 definitief af van Philips II. In het zogenaamde plakkaat van verlatingen werd uitgelegd dat, hoewel een koning door God aangesteld is, hij niet zijn onderdanen mag misbruiken als slaven. Als hij dat wel doet, mag het volk hem afzetten. In 1984 was het de katholieke Balthasar Gerards die de vogelvrije Willem van Oranje vermoordde. Gerards die vermomde zich als protestantse edelman en wist op die manier op 10 juni binnen te dringen in het Prinsenhof in Delft waar Oranje woonde. Gerards wachtte Willem van Oranje op met 2 geladen pistolen en schoot hem van dichtbij dood. Hij vluchtte, maar werd vrij snel opgepakt op de stadsmuur. Zijn straf was nogal ernstig. Eerst werd zijn rechterhand, de hand waarmee hij geschoten had, met een gloeiende tang afgeknepen. Daarna werd hij gevierendeeld. En met die gruwelijke daad sluiten we dit deel van Digistudies geschiedenis af. Zoals elke keer, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om je vragen te stellen in de comments, je te abonneren op ons kanaal. En bezoek ook onze site, digistudies.nl. Graag zie ik jullie volgende keer weer.